Al even staat in het centrum van Heilo op een terp deze tufstenen kerk. Tussen 1822 en 1829 is de kerk gerestaureerd en wit geschilderd. Dit om eerdere herstelwerkzaamheden te verhullen. Door het uitlichten van de kerk in de wintermaanden vormt de witte kleur tegen de donkere achtergrond een sprookjesachtig geheel. Het gebouw is niet meer in gebruik als kerk. Tegenwoordig worden er culturele voorstellingen en concerten gegeven. Oude kerkgebouwen moeten regelmatig worden gecontroleerd op onder andere aantasting van het houtwerk. Er is geconstateerd dat in sommige houtdelen van de kerk houtworm en houtrot zit. Daar is men niet blij mee. Om erger te voorkomen is aannemingsbedrijf Pronk uit Warmehuizen ingeschakeld. Het bedrijf is gespecialiseerd in het oplossen van deze problemen. Er wordt met de aannemer overlegd hoe het een en ander zal worden hersteld. Nou, hier in de Witte Kerk gaan we komende weken gaan we een aantal houten constructieonderdelen vervangen. Gebleken is dat er bruinrot in zit, verrot. En de constructieonderdelen zijn onder andere een muurstijl bij de nooddeur. Dus de stijl die in de muur zit, die is voor 50% of 60% verrot. Dus dan wordt de muurstijl en de korbeel en het sleutelstuk wordt uitgenomen en wordt in de werkplaats wordt de rotte delen eraf gehaald en nieuwe delen eraan gezet en dat hele spul wordt er weer ingezet. Daarvoor moeten we de trekbalk ook stutten met een stijger en met stutwerk. En hier op het koor aan deze kant, daar zijn de uiteinden van de gewelfribben. Dus bij het begin van de kapconstructie zijn ook verrot. Daar is ook bruin rot geconstateerd en dat is op drie punten wordt de gewelfrib wordt hersteld. Dus het rotte deel afgezaagd, stukken aangezet en de boel weer aan elkaar gefixeerd. Een stukje gewelfhout wordt dan uitgenomen en weer ingezet. Dat is ongeveer onze werkzaamheden en we zijn dan zo'n drie weken daarmee bezig. De planning is gemaakt en de werkzaamheden kunnen beginnen. De kwetsbare delen van de kerk worden met plastic beschermd tegen stof. Voor al het deel waar de aangetaste muurstijl moet worden uitgebikt, is een bron van stof en wordt geïsoleerd. Inmiddels is een medewerker van de firma Van Lierop begonnen met de bestrijding van de houtworm. Onder hoge druk wordt de balk met de verdelgingsstof geïmpregneerd. De gebogen gewelfribben worden geïnspecteerd. Gelukkig valt de schade door houtrot mee.
Bij de werkplaats van de firma Pronk te Warmenhuizen is de omvang van de houtrot aan de muurstijl goed te zien. De muurstijl is geheel vernieuwd. Op de oude manier, ook weer met de pin- en gatverbindingen. We slaan straks een aantal doden erheen om die korbeel weer goed aan elkaar te krijgen. Op die manier krijgen we weer de vaste constructie met de blokkeel erbij. En dat is weer volledig vernieuwd. De vernieuwde muurstijl, sleutelstuk en korbeel zijn in de kerk teruggeplaatst. De kerk wordt door vrijwilligers weer schoongemaakt en ingericht. Klaar voor de ontvangst van cultureel minnend Heilo.